Dit voormalige verpleeghuis in Leiden staat tijdelijk leeg. Eigenaar Libertas zocht daarom naar alternatieve woonvormen omdat de woningnood in Leiden hoog is. Hier wonen studenten, hier wonen mensen met een lichte begeleidingsvraag en statushouders. En dan door elkaar, mooi gemixt. Hoe gaat dat? Dat gaat heel goed. We hebben ook veel zorg besteed aan de mix, aan de zorg dat de mensen door elkaar heen wonen. En dat de mensen hier passen en een rol kunnen hebben ook naar elkaar toe, zodat ze elkaar kunnen helpen en ondersteunen. En tot nu toe gaat het prima. Oog. 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 Goed zo. Ja. Goed. Hoe gaat het? Gaat goed. Ja? Ja, gaat goed. Ik heb aangegeven toen ik hier op sollicitatie kwam dat ik graag bijles zou willen geven. Want dat leek me wel een van de leukste dingen om te doen. En zodoende is dat een beetje ontstaan. Ik heb deze jongens ontmoet toen ik aan het verhuizen was. En toen hebben ze mij heel erg geholpen met sjouwen en zo. Toen heb ik dus gezegd, tenminste proberen te zeggen, in ruil hiervoor kan ik Nederlands lessen geven. En zo is dit groepje van statushouders ontstaan. Deze jongens hebben als statushouder recht op een woning en moeten ook aan dezelfde voorwaarden voldoen als de andere bewoners. Ook statushouders hebben een intakegesprek gehad. En we hebben er een kleine 30 gesproken. En van de 30 hebben we uiteindelijk maar 20 geplaatst. En bij de andere 10 hadden we gewoon toch onze bedenking en vonden ze toch niet passen binnen dit concept. Dus we hebben geen uitzondering gemaakt. Ik kan me voorstellen dat de buurt zoiets had van wat gaan ze nou doen daar? Nou ja, de buurt was wel natuurlijk bezorgd over gaat dit overlast geven? Gaat dit een plek zijn waar we als buurt last van krijgen? Dus daar hebben we uitgebreid met de buurt en goed over gesproken. En daar hebben we mooie overeenkomsten mee bereikt. Maar het gezamenlijk belang is natuurlijk dat niemand overlast gaat ervaren van deze plek. Dat is voor iedereen van belang. En volgens mij zijn we daar prima uitgekomen samen met de buurt om daar goede afspraken over te maken en dat ook goed vast te leggen. De nieuwe woonvorm loopt nu een dikke 3 maanden zonder veel problemen. Heeft u het gevoel dat het gaat lukken? Ik heb zeker het gevoel dat het gaat lukken. Het lukt al en het gaat nog beter lukken. We gaan nog meer activiteiten hier laten plaatsvinden. Ook in de buurt, voor de buurt, met de mensen van het wooncentrum aan de overkant. En dat gaat alleen nog maar mooier worden dan het is. De nieuwe bewoners kunnen 1 jaar of 5 hier wonen. Want tegen die tijd komen er sociale huurwoningen en verpleeghuiszorg op het terrein.